ben Dwayne Kemp, speler van het Nationaal Honkbalteam van Nederland, Kingdom Team. Ja, ik ben begonnen met baseball door mijn vader. Mijn vader speelde ook hoog en ik keek altijd naar hem. En ik wou hetzelfde soort speler worden als hem. Dus ik volgde eigenlijk zijn voetstappen. Ook al vond ik voetballen heel leuk, maar ik heb toch voor honkbal gekozen. Daar zit mijn passie in. En, hier zijn een paar oude foto's van oude spelers. Hier staat mijn vader. Dat is mijn vader. Jij kent Dwayne goed, hij komt een beetje uit mijn omgeving, het Witte Dorp en ik uit Spangen. Dwayne is een van onze betere spelers hier in de competitie in Nederland. En ook een jongen die over het algemeen deel uitmaakt van ook het grote Kingdom Team of Netherlands. De tweede grootste internationale sport van het Koninkrijk der Nederlanden. Met grote sterren in Amerika, Japan en Korea. En in Rotterdam huist de kampioen van Europa en van Rotterdam en van het Nederland. Veel mensen de sport niet snappen hier in Nederland. Want als je eenmaal de sport snapt, dan zou je wel begrijpen dat honkbal echt een leuk sport is. Ik vind baseball zo leuk omdat het is eigenlijk een moeilijke sport. Het is een ronde bal met een ronde knuppel en je moet proberen de bal vlak te slaan. Het klinkt al raar, maar het maakt het wel leuk. Dus, het is heel fijn om twee te trainen. Ik heb hem zien ontwikkelen tot Neptunus 1. Tussentijd prof geworden. Terug naar Neptunus, Nederlands team, World Baseball Classic gespeeld, afgelopen maart. En nu speelt hij ook weer in dit toernooi. Ja, ik kan niet klagen. Ik speel oké. Ik heb alleen een kleine blessure gehad tegen Cuba. Maar nu ben ik weer een beetje hersteld. Niet helemaal, maar goed genoeg om te spelen. Dus, maar het gaat goed, ik kan niet klagen. Dus, we hebben vaker deze gewonnen, maar ik heb deze ook nog meegemaakt. De sportsploeg van het jaar werden. Dat is wel mooi.